mensen, top dat jullie weer kijken. En welkom bij deze schoolvlog. Cursusvlog. Cursusvlog, ja, ja, precies. Ja, gezellig hè. We gaan vandaag een heftruck certificaat halen. Ik zeg wij, want Tom en Thomas ook hè. Ja. En Sammy heeft pech, die moet filmen. Zo, een stukje rijden hè. We zijn in Alfa aan de Rijn bij Jung Heinrich. Daar komt natuurlijk onze heftruck ook vandaan. En ja, we mochten nog een keer een heftruck certificaat halen. Alleen gezien de coronatoestanden en zo, kon dat steeds niet en alles. Dus. Maar vandaag kan het wel. Dus, laten we eens binnen gaan kijken. Jij moet duwen hoor. Lekker vroeg. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Koen, aangenaam. Emiel. Hoi. Hey. Koen. Goeiedag. Aangenaam. Hey man. Sorry. Hi. Goeie reis gehad? Zo, ja, heel goed eigenlijk. Ja, want het zat heel erg mee dus. Dat is top. Ik hoorde allemaal boeren op de weg. Maar ja, niet waar wij waren gelukkig dus. Nee, dat is mooi. Willen jullie koffie? Nou, lekker. Zo. Laten we een bakje doen. Ja, we gaan het zien dadelijk hè. Ja, ik heb ooit al een keer een heftruck certificaat gehaald. Dat is al heel lang geleden, maar het is 5 jaar geldig. Dus die is al echt al heel lang verlopen. Ja, Thomas, ja, je hebt natuurlijk de roze heftruck, hè? Dus dan heb je straks ook gewoon een certificaat. Mag ik je echt gebruiken eigenlijk? Zo. Ai, dat weet ik eigenlijk niet wat daar de regels precies van zijn. Kunnen mag je thuis wel gewoon doen, zelfs ja, op eigen terrein, op een toch? Op mag staan zelf, maar het laatste was het mag het niet zelf. Nee, inderdaad. Dat zijn die gekke dingen, hè? Aha. Even kijken. Alvast even spieken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Peter. Emiel. Emiel. Thomas. Thomas. En Tom. Hey, Thomas. Nee, ik heb al genoeg koffie op. Laten we er zo aan beginnen. Goed, goedemorgen allemaal nog een keer. Mijn naam Peter Sterrenburg van Jung Heinrich. We zijn dus bij elkaar voor de bedienerstraining van de heftruck. Boeken die voor je liggen. Daar doen we tijdens de theorie weinig mee. Af en toe verwijs ik naar het boek als we met een onderwerp bezig zijn wat meer en beter in het boek beschreven staat. Maar alles wat we aan theorie gaan doen komt op het scherm voorbij. Vertel ik, zie je een stukje film, enzovoort, enzovoort. Kleine boekjes en een pen, denk je iets moet onthouden, schrijf je het even op. En als er vragen zijn, stel ze meteen even. Probeer ik daar een antwoord op te geven. En als ik het niet weet, dan laat ik het even uitzoeken. Noem een collega. Heeft iets te doen. Mobiele telefoon, zet ze alsjeblieft op stil. Je mag ze van mij aan laten staan, dan moet je bellen om wat voor reden. Als het spoed is, loop even naar het keukentje, bel daar, even kunnen we hier doorgaan met de theorie. Voor de middag dus theorie, ongeveer tot een uur of 11:30 denk ik in dit geval. En dan na de middag, na de broodjes, want als het goed is komt er een lunch, is geregeld. Na de lunch gaan we dus de praktijk doen. Dus op afroep, om de beurt even laten zien dat je goed en veilig kan rijden. En voor degene die nog weinig ervaring hebben, leggen wij even uit hoe het allemaal werkt en hoe het zou moeten. Maar dat komt ook op het scherm allemaal nog voorbij. Dit gaan we doen vandaag, theorie. Tussen de theorie stukjes film van wat ik verteld heb en wat ik nog moet gaan vertellen om het uit te leggen. Pauze, dat zal rond een uur of 9:45, 10:00 denk ik zijn. Ligt er een beetje aan hoe het uitkomt met de filmpjes. Dus als je het zo lang vol kan houden. Als je begint te trillen, dan stop ik. Nee. Goed, dan nog een stukje theorie. En op het einde van de theorie krijgen we een theorietest. Er zijn 21 meer keuzevragen. Als je oplet wat ik vertel, wat je ziet, wat je hoort, hoop ik dat dat geen probleem is. Komt goed. Dan komen de broodjes als het goed is. En na de broodjes gaan we dus de praktijk beneden in de hal doen waar de trucks staan. Op afroep, ons de beurt. Laten zien dat het goed en veilig gaat. En als dat allemaal in orde is, theoretisch en praktisch, dan krijg je dus een certificaat. Certificaat is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet je herhalen. Maar dat komt zo meteen nog voorbij. Hier heb ik een voorlichtingsfilmpje. Dat is van de Arbo en dat zijn dezelfde serie als de voorlichtingsfilmpjes op het einde van het jaar van het vuurwerk. Nou, die hebben we de laatste jaren niet gezien, hè, want dat mocht niet. Deze hebben ze gemaakt voor de heftruck. Het is een beetje overdreven wat ze laten zien, maar heel veel dingen zijn herkenbaar. Heel veel bedrijven doen namelijk niks aan opleidingen. Die zeggen van degene die al 20 jaar op die truck rijdt, die legt die nieuwe mensen even uit hoe het gaat. En dan ga je gang maar. Nou, er gebeuren heel veel ongevallen mee. Laten ze hier zien. Beetje overdreven, maar herkenbaar. En dat duurt maar een paar minuutjes. Dus kijk even. Ja, gewoon druk bezig aan het overleggen met de. Kom op dan, man.
maar heel veel dingen zijn dus herkenbaar. Nou, om dat te voorkomen zegt de Arbo-wet in Nederland, de Arbo-wet 7.17c, dat werkgevers moeten zorgen dat degenen die machines bedienen de benodigde deskundigheid bezitten. Dan zegt de Arbo meteen dat dat geldt voor alles met een eigen aandrijving. Dus voor een handpelletrucje heb je niks nodig, maar vanaf een elektropelletruc zou je dus al gecertificeerd moeten zijn. Ordeverzameltrucs, trekkers, aanhangers, rietstrucs, heftrucs, smalle gangentrucs, misschien ook wel ooit gezien. Daar zit de chauffeur in de cabine en dan gaat hij in de cabine mee naar boven en dan pakt hij links en rechts pallets uit de stellingen. Toch mogen die dingen wel doen. Dus heel veel bedrijven huren of kopen nu zo'n tweedehands hoogwerkje om dit soort dingen te doen. Dus het mag gewoon niet meer. Dus doe het ook niet. De chauffeur van die truck moet opletten, ook de omgeving, want daar gebeuren eigenlijk de meeste ongevallen mee. Als jij met je truck aan het werk bent en je bent bijvoorbeeld iets aan het pakken in een stelling of in een vrachtauto, ja, dan ben je daar aan het kijken of het allemaal goed gaat, hè? Want daar kan het vallen kapot, daar moet je op letten. Nou, wat doen heel veel collega's dan op het laatste moment? Lopen ze achter jou door of onderdoor of overheen, hè? Want het moet allemaal vol gas en snel. Maar die collega's die dat doen, weten meestal niet wat ze een ding kan veroorzaken. Hè? Want rij je toevallig achteruit zonder te kijken en er loopt een collega hier, dan kan hij denken van ik doe dat kleine gele ding wel even terug. Maar zo werkt dat niet. Hè? Dus zie je collega's in de buurt van jou iets doen wat gevaarlijk kan zijn, zeg er iets van, want daar gebeuren eigenlijk de meeste ongevallen mee. Zo. Chauffeurseisen. Net al verteld, tenminste 16 jaar moet zijn, opleiding hebben gehad, laten zien dat je goed en veilig kan rijden, plus toestemming hebben van de baas om het te mogen doen. Oké, hier hebben we een bordje wat je tegen kan komen als je in een pand of een deur binnengaat van let op, achter deze deur kunnen trucks rondrijden. Dat wil niet zeggen dat die trucks automatisch voorgaan, we spuren alleen een waarschuwing van let op. Zo'n ding, hè? Ben je aan het laden, ook zo'n ding weegt bijna 1000 kilo, hè? Dus ben je met zo'n trucje aan het laden en los en je schiet tussen het dok en die container in, ook daar word je als chauffeur van het trucje niet vrolijk van. Hè? Dus zorg dat het allemaal netjes goed, maar veilig is. Bij het in- en uitstapelen dient een bepaalde procedure te worden gevolgd. Bij het uitladen rijdt u in de rijrichting naar de gewenste plaats en draait het voertuig in. Vervolgens neigt u de vork totdat deze horizontaal staat. Bij andere trucks wordt hierbij de volledige mast geneigd. U heft de vork tot de hoogte van de pallet en rijdt met de heftruck tot aan de stelling. Truckcontrole. Voordat je chauffeur begint met zijn werkzaamheden moet je ervan overtuigd zijn dat jouw truck zich in een veilige toestand bevindt. Dus de eerste die 's morgens een truck pakt, moet die truck gaan controleren. En een truck controleren kun je gewoon in een paar minuutjes gedaan hebben. Hè? Je hoeft alleen maar te kijken en te proberen. Je hoeft geen vieze handen te krijgen. Je hoeft niet op je buik onder dat ding door. Kijken en proberen. In die tijd kun je zien of die veilig is om te gaan gebruiken. Kijk in een stukje film eerst en dan gaan we zo meteen behandelen hoe het werkt en hoe het gecontroleerd dient te worden. Goed, wat moet je allemaal controleren aan die batterij? De laadtoestand, stand van het elektrolyt, oftewel het water en de algehele staat. Hier getekend één zo'n accubak, een trog noemen we zo'n ding. Nou, in die accubak zitten allemaal losse cellen. Eén cel, pluspol, minpol, is ongeveer 2 volt. Dus zet je me ergens neer met de sleutel, op, doe je dat? Nou, het is misschien moeilijk dat iemand die truc pakt die dat niet mag, maar stel voor de koffiejuffrouw pakt jouw truc en die rijdt iemand van de vloer. Komt de arbeidsinspectie, krijgt de laatste gebruiker van die truc een flinke boete. Terug die is bestemd om mee te komen. In ieder geval. Ja, iedereen kent het, hè? Mag ook geen lichaamsdelen zoals binnen. Bestemming. Bovendien is het niet toegestaan te gaan staan of het hoofd uit de cabine te steken. Ja. De animatiefilm geeft de hefcapaciteitsbeperkingen aan op hoogtes tot 5,60 meter tot 7,40 meter. En tot 8,42 meter. Ja. 12 uur gaan we beginnen met het examen. Goed? Oei. Ja. Ja, dat was de theorie hoor. Dus pak maar 2 sigaretjes. Ja. 21 meer keuzevragen. Lees de vragen goed en lees de antwoorden goed. Er kunnen namelijk meerdere antwoorden goed zijn, maar er is er maar 1 het beste. De meeste vragen heb ik behandeld, heb je kunnen zien, kunnen horen. Misschien een paar niet, maar dan moet je een klein beetje logisch nadenken. Gaat wel lukken, denk ik, of niet? Oh. Als je klaar bent, mag je hem inleveren. Dan maken we nog even een foto voor op het pasje. Mocht je straks slagen, want dan heb ik die alvast. Succes! Succes, dank u.
wil zeggen, pasfoto's mag je niet meer lachen tegenwoordig. Dus. Dan moet je... Oei. Spannend. De scores. Een handje. Ja. Ben je geslaagd, Thomas? Wat denk je? Ik heb het wel goed gevoeld. Hij komt ja, ja, dat is normaal gesproken was je verbeterd, maar hij heeft er 2 verbeterd of zo, 3. Ja. Nee, is hij toch. Die zijn toch goed. Ja, lekker, man. Maar het is gelukt, Emiel. 0 fouten gelukt? Samen met Thomas ook. Yes. Hoi. Oh, en ik heb hem niet. 1 foutje. Oh, nou, ook lekker. Daar kunnen we nog even een discussie over. Maar dan was... Thomas? Ja, die was. Ja, je hoeft niet te kijken, want je hebt niks fout. Nee, ja. Ja, jij ook niet. Oh. Dus dan hoef je eigenlijk niet te... Nou, man. Nou, ik had er toch wel een paar waar ik even zat. Ja, moest ik toch even over nadenken. Ik had er maar 1. Maar daar... Even kijken, Wes. En? 3 foutjes. Oeh, nou, joh. Dat is niet slecht. Oh. Deze. Maar ja, ik ook even praktijk of zo. Ja, dan heb je hem ook. Hij is niet fout, maar even bellen. Weet je. Zo. Is het... Ja, mooi, hè? Oh. Maar 1 maat, denk ik. Een S'je zo te zien. Wie wil als eerst met de praktijk beginnen? Ja, dank je, Emiel. Emiel. Ja, ik heb net gehoord dat ik moest beginnen, dus... Dus jij moet weer het goede voorbeeld geven. Ja, ja, 0 fouten met de theorie en nu 0 fouten met de praktijk. Laten we het hopen dan, hè. Oh jee. Hij heeft een hele theorieverhaal gehoord. En aan de hand van dat theorieverhaal gaan we het in de praktijk brengen. En hier staat een hele mooie hefdruk. Smakelijk. Voordat we dat die hefdruk gaan rijden, wat moeten we dan doen? Ja, eerst even inspecteren natuurlijk, hè. Kijk, heeft hij toch iets onthouden? Ja, 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 zeker, zeker. Ja, ik heb 0 fout in de theorie, hè. Dus, kijk of jij gaat kijken of dat de truc veilig is. Oh ja. Dat is aan jou de eer. Ja, goed. Dan moet ik vertellen wat ik doe, denk ik, hè. Dat is het handigste. Dat is wel het makkelijkste, misschien voor iedereen om te horen. Maar ook voor jou en voor mij om te zien wat jij doet. Ja, precies. Dus, ja, goed. Ik kom nou aangelopen. Ik kijk eerst al of ik vloeistof eronder zie liggen of zo. Banden moet ze controleren. Nou, kijken dat ze niet versleten zijn, er geen stukken uit zijn. Ja. Maar dit lijkt wel een nieuwe truc. Nou zeg. Dan was het kijken of dat die inderdaad de ketting in orde is, dat die niet geroest is, beschadigd. Kijken voor lekkages. Nou goed, hebben we net al gekeken natuurlijk of dat er een plas onder ligt. Ja, juist. Deze niet. Ja, lepels zitten allebei vergrendeld in elk geval. Die zijn ook verder niet beschadigd. Nee. Goed. Hey, maar ik heb hier geen sleutel van jou. Waar is de sleutel? De sleutel die is gewoon automatisch geactiveerd al. Oh, nou ja. Dat hebben we speciaal van dan, want als je goed gezien hebt straks, gingen we met een code gingen we hem aanzetten. Dus inderdaad, de sleutel mag er niet in zitten, maar jij weet wat de code is. 1, 2, 3, 4 in dit geval. Nou kijk, nou, die kan ik wel onthouden denk ik. Dat kun jij nog net onthouden, dus aan de hand van die code ga je dus inderdaad wel zorgen dat niemand anders met deze truc kan rijden. Alleen jij, want jij weet de code. En dan zie je van alles nog wat en dan zou je een code kunnen intoetsen. Kijk, de code is goed. Ja. Ja, ja, dan moesten we even functies testen, hè? Klopt. Oh, nou die doet het. Even kijken, ja, de verlichting moesten we ook controleren. De verlichting die jij erop hebt zet, die reageert op de rijschakelaar. Dus dat is per type truc weer anders. Dus oh, wacht. Dus als ik hem nou in... Kijk. Oh, als je hem achteruit, dan heb je mooi op de grond een mooie blue spot. Oftewel, iedereen ziet jou rijden. Ja, verder kijken. Nou, dat werkt ook allemaal. Dat werkt ook allemaal, ja. Oké, ja, dan was het kijken of dat die rijden en remmen. Ja, dat is goed. Dat functioneert, ja. Ja, sturen doet hij met zijn... Stuuruitslag is goed, het functioneert allemaal. Oh, kijk. Kijk, en dan... Ze hebben niet geluisterd. Daarboven luisteren ze mee, ja. Ja, daarom. Dat is een beetje jammer nu, hè. Dus we moeten wat zachter gaan praten. Dus ik zou zeggen, doe me even omhoog. Dan heb je eigenlijk gewoon de hele controle goed gedaan. Ik weet niet... We kunnen hem uittesten, hoe hoog die kan. Je hebt nog een paar centimeter. Maar inderdaad, is het dak niet hoger. Ja. Volgens mij kan het net, of niet? Ja, dit is hem. Dit is hem. Oftewel, waar we straks over hadden, dat die overdrukventiel... Als je hem nu doortrekt,
dan gaat hij de overdrukventiel opengooien. Dat betekent dat op die slangen ruim 200 bar staat. Word jij niet nat, dan zijn de slangen goed. Ja, dan zijn ze goed. Hè? Kijk, dan weten we dit al. Hè? Dan is er natuurlijk ook nog leer je truc aan. Hè? In het geval van als we deze grijze box zo meteen gaan pakken, dan moet jij natuurlijk weten, kan ik hem wel tillen met deze truc? Oftewel, deze box, nou ja, zegt dat hij 1000 kilo is. Kan deze truc dat aan? Dan moeten we de lastdiagram zoeken. Dat lastdiagram waar we vanmorgen over gepraat hebben, ja. Ja. Waar zit hij? En vooral inderdaad, kan ik deze grijze box van 1000 kilo tillen? Hier zit hij. In de lengte is het een europallet. Ja, dat zit op de 60, maar dan kan hij nog makkelijker, want dan kan hij 1500 kilo kan hij makkelijk pakken. Kijk, dat is weer het belangrijkste, dat je dat nu in ieder geval weet. Kijk, je hoeft daar niet elke dag naar te kijken. Je hebt er nu naar gekeken. Morgen, als jij deze truc gaat rijden, is hij nog steeds dezelfde truc. Weet je nog steeds van, hey, 1100 kilo kan ik pakken. Ja. Nee. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? We hebben hier een paar pionnen staan. En je mij vraagt aan jou, zou je graag door de pion willen rijden, vooruit, en dan een keertje achteruit? Oké. Okay. En dan kijk ik natuurlijk wat jouw vaardigheden zijn. Wat kan jij dan, hè? Oh ja. Ja, die gaat ook straks achteruit. Ja, dat wordt gevaarlijk, want daar komt Tom aan. Je hoort al één flesje vallen. Ja, ja. De flesjes mogen niet vallen. Nee, precies. Dat had ik al bedacht. Dus ik zou zeggen, weet je wat ik doe? Ik ga gauw in het ding zitten. Dan zit ik een stuk veiliger dan waar jullie staan. Dat weet ik wel. Ja. Dan heb je het eerste gevoel weer even hoe deze truc reageert. Want hij reageert misschien anders dan jouw truc. Ja, ik denk dat het al meevalt. Nou, we hadden het straks ook over die programma's, toch? Dat je die programma's kon wijzigen, Emiel. Ja. Mag je voor mij proberen? Kijk, nu heb je niks, hè? Nu moet je maar eens rijden aan die gas loslaten. Ja. Doet hij nou... Kijk maar wat hij doet. Wat nou... Oh ja. Hij loopt veel meer uit. Dus heb je nu eieren, dan vliegen ze niet zo gauw af. Inderdaad, ja. Ja, het ging over verschillende instellingen. Dat kan bij onze truc dus ook. Hebben we het nooit gedaan. Maar hier zo, kijk, je ziet daar die twee pijltjes. Dat is eigenlijk van het rijden. En daar zie je dat lepeltje, dat is van het heffen. Nou zijn ze helemaal dicht. Dus nu met het rijden gaat hij nou, drijft hij uit. Als deze vol staat, dan remt hij eigenlijk heel hard af op de motor. Mee dat je dan de gas loslaat, dan remt hij eigenlijk al heel snel af. Ja, dit is volgens mij snelheid van het heffen. Dus nou is hij heel langzaam met heffen ook, als het goed is dan. Hè? Zal hij ook een stuk langzaam, kijk maar. Je hoort het gewoon aan de pompgeluid, hoor je het verschil. Ja. De topsnelheid van die truc is nou ook lager. Maar ja, die topsnelheid heb jij nu nog niet bereikt. Maar in principe, als jij hem net op zijn hoogste stand gaat zetten, dan zal hij ook zijn topsnelheid gaan bereiken. Inderdaad, maar ik heb de indruk dat hij nog steeds wel redelijk snel heft, toch? Ja. Nou, dat gaat al goed. De flesjes zijn niet gevallen, dus dat is jammer voor ons. Maar ja, kom er weer achteruit. Achteruit? Ja. Weet je wat de grap is? Dat ik het nou met die pionnetje veel spannender vind dan dat ik dit thuis doe met allerlei breekbare spullen eromheen. Dit is perfect, toch? Dus nu ben je zover om naar box 20 eruit te gaan halen, zou ik zeggen, ga je gang. Oké. Okay. Juist, je ziet dat je niet helemaal recht voor staat. Gelukkig hebben deze heftruis allemaal een sideshift. Dus dat betekent dat je niet hoeft te sturen. Je kunt er gewoon recht in rijden. En inderdaad, perfect horizontaal gezet. Dus eigenlijk doet het best goed. Oké. Okay. Ik zou denken dat ik het bijna vaker gedaan heb dit. Zou je zeggen, ja. Maar ja, je zei vanmorgen dat je nog niet gereden had met de truc. Nee. Oké. Okay. Ja. Ja, ga door. Zou ik mij niet horen schreeuwen of roepen of wat nog van dat het niet goed gaat, dan gaat het goed. Ja, aan de voorkant is het moeilijk te zien nu, hè? Of dat je er voorbij bent of niet. Ja, maar ik kan er om door. Hoeveel ruimte heb jij nog aan de achterkant? Zonder te kijken nu.
Nee, mag je kijken. Alsjeblieft wel, want als je achteruit rijdt, kijk je altijd, hè? Ja, 20 centimeter of zo. Waarom pak je die ruimte niet, in plaats van dat je daar twijfelt? Oh, maar ik twijfel daar niet, want ik kan het zien. Gelukkig. Nee, kijk maar. Ik heb voor, denk ik, 10 of 15 centimeter. Nee, nou ja, het gaat mij niet meer om jou te laten zien, die Jung Heinrich trucs. Als je hem bijna hier tegenaan zet, ook al hou je 2, 3 centimeter over, dan raak je de stelling nog steeds niet bij het wegrijden. Nee, dat weet ik. Maar ik denk dat ik, want nou hoef ik niet voor, ik kan denk ik in één keer eruit draaien nu. Nee, dat kan. Maar eerst wel naar beneden alsjeblieft, hè? Ja, ja, daar was ik mee bezig, hè? Nee, oké, dan zijn we daarover eens. Mag je door de pionnen rijden? Eén keer vooruit, één keer achteruit. Nou, dan mag je weer achteruit. Helemaal mooi. Mag je deze box, mag je hier neerzetten? Ja. Mooi, mag je box 72 op hoogte 3 pakken? Nou is de vraag, sta je ver genoeg vanaf? Ja. Kijk, dan komt mijn vraag wederom. Hoeveel ruimte heb je aan de achterkant? Pak hem nog een beetje meer dan. Juist. Zo. Dan weet je gewoon 100% zeker eigenlijk dat dan de achterkant, voorkant goed is. Kijk, netjes. Dan zie je inderdaad wel, als je een beetje stuurbeweging maakt, hoe gevaarlijk dat daar bovenin wordt, hè? Ja, ja. We hebben het vanmorgen al gehad over inderdaad het omvallen van de truck. Wanneer de mast op hoogte is en sturen. Dat gewoon gevaar nummer 1 is. Oh ja. Ja. Kijk. Ik weet het zeggen, je moet nu blijven filmen, want hij doet iets wat niet mag. Ja, dat klopt. Wat deed je nou, Emiel? Nee, ik deed niks. Maar was het ook weer fout nummer 1? Nee, ik wilde hem al draaien. Wanneer mensen graag productie willen maken, sneller, pallet op hoogte, wegdraaien, zorgt ervoor dat de truck omvalt. Gelukkig heeft hij zich goed hersteld. Zo. Dus nou mag je deze bovenop die andere krat zetten. Kijk, en dan hebben wij hier nog geen stress, hè? Kijk, als je nou een stress achter je krijgt van, joh, je moet 30 pallets in een uur doen. Ja, maar ik heb niet zo gauw stress, hoor. Gelukkig. Ik ook niet. Maar in principe, qua tijdwinning, heb je dan echt tijdwinst als je het op hoogte doet? Nagenoeg niet. Kijk, mooi. Dan gaan we een verdiepingje hoger. Welke wordt het? Verdieping 4, pallet nummer 15. Ik zou het bijna zeggen, dan komt mijn vraag weer. Hoeveel ruimte heb je aan de achterkant? Ja, ik pak hem voor de zekerheid aan. Helemaal netjes. Je ziet ook omdat die pallet een paar centimeter uitsteekt, is dat diepte inschatten voor jou veel makkelijker. Je ziet heel veel mensen die leggen die pallet eigenlijk strak met die stelling. Daardoor krijg je jouw dieptewerking heel moeilijk te zien. En dan kun je ook heel moeilijk de hoogte inschatten. In dit geval gaat het gewoon perfect. Thank you.
Nou is de verleiding natuurlijk heel groot om hem niet helemaal naar beneden te halen. Om gelijk erop te gaan zetten. Maar dat gaan we niet doen, hè? Even rondrijden. Oh. Dus even door de pionnen heen en dan mogen ze hier weer terugkomen te staan. Ja hoor. En dan mag je het op jouw manier doen, maar wel zo veilig mogelijk. Ja, en boksen mogen weer terug waar ze stonden. Oh ja. Dus dat is op een veilige manier, zoals jij het wil. Hé, hey, maar Tom, als jij nou eventjes niet gaat rijden dadelijk, dan ga ik hier even omdraaien. Wat jij zo goed vindt, ja? Zo. Hij durft. Ja, maar ik zeg ook niet dat jij moet opschieten. Dat doe ik niet. Ik zeg ja. Ja, maar Emil kan gewoon zo goed rijden dat hij op die plek gewoon rond kan draaien. Zo. Kijk, Oswald, hoe nauwkeurig en hoe compact de truc eigenlijk is bij sturen. Ja, mag je ze weer op de plek zetten waar je ze net vandaan hebt gehaald. Ja hoor. Ja hoor, 59 bovenop. Ja, juist. Gebruik zoveel mogelijk de sideshift als het kan. De volgende, we gaan hem wel 5 hoog brengen. Dat gaat hem nieuw brengen. En de volgende mag hem natuurlijk gaan afstapelen. We zitten nog niet op 5, we zitten nog niet meer dan 5 meter. Zie je, dat is een pallet van 1500. 1500 moet je kunnen tillen, toch? Ja, maar wat voor een zwaartepunt afstand? Nu gewoon in het midden, dus dan is het 610. Dus dat kan ook net. Boekjes? 5. Ja. Dus dan maakt hij toch 5 meter, 1600. Ja, maar als je nou 5,5 meter had gestaan, dan met 10 kilo nog net niet mogen. Ja. Ja. Dat is moeilijk om te zien hier overhaald. Ik heb er niet verwacht dat zo moeilijk om te zien. Die groene. Hier. Oh nee, ja, dat is goed. Ja. En dan is de vraag natuurlijk, je collega's staan nog bezig. Hey Tom! Laat me even wachten dan. Misschien is het wel verstandig om even te wachten tot je collega weg is. Hè? Niet dat we hem niet vertrouwen, want hij kan geweldig rijden. Ja hoor. Ja hoor. Hey, je ziet dat je nou een beetje naar rechts aan het sturen bent. Maar hadden we ook nog zoiets als een sideshift die je kon gebruiken? Ja, maar ik denk dat dat nog steeds wel een beetje spannend is, toch?
Kijk, dat doet hij netjes, hè? Ja. Dat doet hij netjes, toch? Ja. Hey, dan moet de komen dan, jongen. Ik wacht u dadelijk wel op buiten tech. Hij wil naar de koffie. Hij wil naar de koffie. Hij wel, hij doet de hele dag niks anders dan koffie drinken. Jij bent gezakt, jij bent mij aan het afleiden terwijl ik bezig ben met een gevaarlijke manoeuvre, jongen. Normaal doen. Zo gaat in die Seat van jou. Oh, bots. En nu, waar moet deze naartoe? Even een rondje rijden en dan weer terug naar boven. Oh, ja, dan moet jij wel aan de kant, hè, Tom. We gaan racen, Tom. Ho, ho, ho. Toch die stressfactor, hè, dat je de koffie wil hebben, hè? Ja, dat is het, joh. Caffeine tekort. Als je aan deze kant nu kijkt, als Emiel achteruit rijdt, hoor ik tik, tik, tik. Ja, dat hoe, is hoe daar... Hoe komt dat, Emiel? Dat is volgens mij omdat die boven niet helemaal los is. Ja, maar heb je enig idee wat de stand van jouw mast is? Of dat die recht is of niet? Hij is achterover nog. Hij is achterover. Dus jouw voorkpunt gaat ook omhoog. Jongen, dat ben ik nog lang niet. Hoe kletspraat. Ga je hier in de hoek parkeren, Emiel? Ja. Ja. Ja, ik ben te horen, doe ik het iets anders neerzetten, maar dat... Je kijkt heel vragend. Ja, ik zoek de sleutel. Je zocht hem ook al voordat we hem aan gingen zetten. Ja, dat is gewoon eraf stappen, maar ik heb geen pasje, hè. Nee, maar dan is er toch altijd ergens een mogelijkheid om hem uit te zetten. Je hebt op het display ten eerste een hele makkelijke uitknop. Rechts onderin. Oh, hier. Verrek. Dan staat hij uit. Wil je 100% zeker weten dat hij uit staat, kun je nog altijd die, ja, die hoofdschakelaar indrukken. Deze. Nee, de rode. Ja, de rode. Ja, sorry. Rode, ja, ik zie... Kijk, oh, dat is echt gewoon zo, hè? Dat is gewoon domweg, ja, op knallen. Ja. En dan gaat hij als goed is na een paar seconden helemaal weg. Ziezo. Kijk, nou, dat is mooi. Dus dat de eerste resultaten, zou ik zeggen, was best geweldig. Nou, toch? Ja, dus mooi. Mooi. Dus we zullen eens even kijken wat jouw collega ervan kan afbrengen. Ah, dat komt ook wel goed, denk ik. Dus het is koffietijd voor jou. Oh nee, Tom gaat hem omduwen. Dan zal ik deze aan jou overhandigen. Nou, ja, Tom. Ja. Hoe ging het? De stelling staat nog, hè? Ja, er valt niks tegen. Nee, maar het was wel moeilijker dan dat ik had gedacht. Zeker inschatten met hoogte. Als je omhoog gaat, hoe ver weg dat je van iets zit. Best wel moeilijk met inschatten. Dat ik eigenlijk wel verwachtte dat het makkelijker zou zijn. Maar ja, je ziet daar het stapeltje staan, hè? Dus ik heb hem hartstikke mooi opgestapeld. Dus, En alles staat op zijn plek, toch? Daarom. Lekker, man. Ja. Geslaagd, denk ik. Ja, dat ik is inderdaad dat lastig. Dat weten we nog niet. Dat moeten we nog horen van de keurmeester, zeg maar. Dus, maar het is zo. Hij staat nog. Dus, Ik heb net een tip gekregen toen ik klaar was. Zei je, als de lepels op ooghoogte voorbij komen, dan kan je het goed zien. Want dan kun je er overheen kijken en je zien wanneer die recht staat. Ja, nee, dat had ik wel. Dat wist ik wel. Maar ik bedoel meer van de echte hoogte in hoe, of dat je hoog genoeg zit, zeg maar. Oh, ja, maar dus jij had het nog net ook met je mast voorover, ja. Tom. Dus je had het niet, jongen. Maar op een gegeven moment ging ik dus kijken naar dat, als je dus weet dat die ongeveer bij 480 zit. Dan kijk je dus naar waar dat markertje zit van de 5 meter. Ga je daar iets onder zitten en op die manier kun je het eigenlijk ook doen. Dan hoef je niet per se te kijken naar de schaduw op die...
op die oranje balk, zeg maar. Maar gewoon naar, of dat het 5 meter is en dan net daar iets onder gaan zitten dan. Oh joh, doe jij dat zo? Ook goed. Ja, zo had ik het bedacht. Oh, ik rij gewoon naar voren en als ik het tegenaan bots, dan doe ik ja, me gewoon iets hoger. Ja, zo. Ik ben benieuwd wat hier nog allemaal gaat gebeuren. Nou, Sammy, ook een keer in een video. Ga je daar ook nog praktijk doen, Sammy? Net wel geslaagd voor je theorie, hè? Ja, met Trifat. Dus nou, prima. Ook heb ik half opgelet. Goed toch? Heb je me half op zitten letten? Nee. Dat mag niet, jongen. Nee. Hey, maar dat vind ik dan interessant, want jij hebt natuurlijk helemaal geen ervaring met de F-trucks. Nou, wat was voor jou echt nieuw, wat je nou geleerd hebt? Nou, wat ik zei over die hoogte inschatten is best wel moeilijk, maar ook dat zo'n ding stuurt eigenlijk best wel direct. Als je een heel klein stukje dat knopje beweegt, dan draait het wel een hoop. En je hebt natuurlijk het wiel zit nou draaiend, het ding zit achterin. Dus dat is ook echt best wel een beetje wennen. Maar verder vond ik het eigenlijk niet zo ontzettend moeilijk of zo. Nee. Maar verder was het echt kei leuk en het ging ook best wel goed, vond ik. Ja. Mooi. Ja, oké, Thomas. Succes. Dan moet je ook op de pijnbank. Wij gaan aan de kant. Dan kunnen we niet ondersteboven gereden worden. Op de pijnbank, zegt hij. Oei. Ja. Dus dan weet je dat wat de truc kan tellen. 16, 10. Heb ik even een korte vraag, hè? Dan kom ik even zomaar tussendoor. Zakken er nou wel eens mensen? Zeker. Ja, want wat, wij zijn misschien wel gezakt. Ja. Dan laat ik me op dit moment nog even niet over uit. Wat is het gekste wat je keer hebt meegemaakt zo tijdens zo'n praktijk? Vooral bij een stapelaar, gewoon een heftig waar je achteraan loopt. Dat mensen met de hand proberen tegen te houden. Oei. Gewoon elektrisch wegrijdt. En dan moet je mensen gewoon het gevoel gaan geven in die truck wat hij doet. Inderdaad, ja. Dat is zo'n pompwagen die elektrisch rijdt. Dus, ja, maar ook bij heftrucks, dan zie je mensen dat die hier alleen wat jullie nu door de pion doen, dat sommigen dat gewoon niet lukt. Nee. Het achteruitrijden heeft een bepaalde motoriek voor nodig. En ga je daar je gevoel niet bij gebruiken, maar je hoofd bij gebruiken, dan is het vaak heel vervelend. Ja. Ik moet zeggen, die slalom, je hoeft bijna, volgens mij kan je er eigenlijk nagenoeg recht doorheen rijden. Dankjewel, want wij horen iedereen, het is een slalom. Nee, het is puur een bewustwording van hoe het heet. Je truc is, je kunt er in principe gewoon recht doorheen rijden. Nou verpest ik het eigenlijk, Thomas. Ik had het al afgekeken bij jou. Je hoeft bijna niet te sturen. Als je veel gaat sturen, maak je het zelf heel moeilijk. Ja, dankjewel. Ja, precies. De bovenste. Ja, zullen we eens even kijken of we hem er niet afgooien. Dat is inderdaad moeilijk inschatten. Ja, maar inderdaad, wat jij nu doet, gewoon steeds een beetje dichterbij kijken waar hij is. En zoals je bij jou merkt en bij je collega's ook naar gemerkt hebt, eigenlijk moet je van tevoren veel hoger gaan. Op het moment dat je dichterbij komt, dan zit je in de goede hoogte. Dus op het moment dat je ziet dat hij los is, dan ga je het horen. Hij controleert onder die middenas. De middenas is het midden. Ja. Maar dan zeggen jullie worst nog niet. Nee. Want het feit dat je hier deze straks tegen de stelling aan komt. En dan klopt dat je nu door het midden van de pallet komt en je gaat in één keer binnen. Midden van de pallet. Midden van de pallet, midden van de pallet. Ja. Dat is de concentratie.
doe ik het weer, hè. Veel te hoog. Veel te hoog. Eerst naar beneden, dan draaien. Even kijken hoor, nee, ik ga hem even opnieuw doen. Demonstreren hoe het niet moet, hè? Dus... Thomas, afsluit maar. Hey, ja. Hey, geslaagd of niet? Denk wel, even kijken hoor. Hier is het uitknop. Piep. Gordeltje af. Die ook nog in. Zo, zeker goed. Staat wel online, hè? Staan stoeltje voor iets langere mensen. Op Instagram, ja. 3 punten bij het uitstappen. Oh ja, toen, ja, ja, goed. En hoe vond je dat ging zelf? Ja, leuk. Ja, goed. Leuk. Maar qua behendigheid en zo? Jawel, het is gewoon wennen, hè. Ik heb er nooit zoiets hoog opgestapeld, dus... Nee, dat is niet. Het overzicht als je erin zit, is moeilijk, hè? Dat ja, het is moeilijk om te schatten of die recht staat of niet. Het, ik weet niet of een waterpasje erop plakken helpt. Ja, inderdaad. Dat is echt helemaal geen gekke eigenlijk, als je het zo zegt. Ja, je gaat er gewoon uit dat de ondergrond dan wel een beetje... Ja, maakt dan eigenlijk niet uit. Dat is een mas. Ja, dat maakt niet uit. Mas altijd recht. Hey Sammy, maar jij gaat het ook nog even proberen. Ik ga het ook proberen. Je hebt helemaal nog nooit met een heftruc gekregen. Helemaal niks, nul. Ik heb het straks uitleg. Heb je ooit wel iets anders gereden dan een fiets? Ja. Een boot. Maar dat is niet rijden. Er zit er geen wiel om, dus dat telt niet. Dat is anders. Nee, ik heb een paar keer in de auto van mijn ouders gereden. Illegal shit. Illegaal hoor ik hier. Nee, op privéterrein van mijn oom. Dus, Oké. Nou, dan zien we het eens. En hoe ziet die auto er nu uit? Ja, dat is zo goed. Nog steeds geen crash. De versnellingsbak onderdraait, ja. Nee. Nee, niet? No. Gelukkig niet. Nee. Nou, ik ben benieuwd als je het zo meteen gaat doen, Ja? Ja, ja. Oh ja. We hadden net over die dikte van die lepel en dat je kan zien of dit die versleten is. Omdat dit stuk, dat is dus eigenlijk even dik als dat stuk. Als je erover nadenkt, is het natuurlijk logisch, want dit ding wordt gewoon, ja, dat wordt gewoon geplooid. Daar zo, buigen ze hem gewoon krom. Dus het eigenlijk net, ja, dat hij daar even dik is als daar is logisch. En aan de punt wordt hij natuurlijk dunner. Maar daar moet je hem dus controleren. Ja. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen toen jij vroeg van, doen dit nog dingen, nuttige informatie. Dit is een goeie, ja. Ja, dit wist ik. Ja, nee, dat wist ik ook niet, nee. Alleen die toen zei van, nou, ga maar. Maar ik heb voor mezelf gekeken, want ik heb gekeken naar of het onder lag. Ik heb gekeken even zo naar die historische dingen. Hier gekeken naar binnen. Och, daar gaat de eerste al. Nog twee erbij en we hebben gebakken. Nee, dit ga ik gewoon doen. Ja? Ja. Ja, Tom. Dat ga ik. Nog eentje, ik hoor er al nog eentje vallen. Nee, dat deed iemand anders. Dat is al zo.
stuur een beetje rechtsaf. Je hoorde net dat het... Ja? Gaan we door? Ja, gaat wel. Jong kan het in. Het is toch ook een lekker mannetje, zegt die Sam. Kijk hem hier. Oh, hoezo raakt hij die niet? Ik dacht echt dat hij die ging raken. Oh. Wat? Doe opnieuw. Je moet hem raken. Ja. Nee, ja, dat is ja, goed. Ja. Mag twee dagen. Mag er terug. Ben je nog maar aan het doen? Nee. Hoe ruimt dat je achterkant? Daar komt mijn vraag weer. Waarom gooi je je stuur helemaal om? Oké, kijk. Zie je dat heel makkelijk dat je stuur gewoon draait? Dan gaat het gewoon. Dankjewel. Wat wil je mij de ziektewet in rijden of zo? Maar het is leuk om te doen. Ik zou het niet in een magazijn gaan doen, professioneel, omdat ik dan weet dat ik te voorzichtig ga zijn. Maar je hebt niet een nieuwe roeping gevonden. Ik wou zeggen, misschien laat je camera vallen, wil je liever dit doen? Nou ja, het is leuk om te doen. Of ik laatst iets meer wil gaan doen, daar twijfel ik nog over. Ik vond dat het heel goed ging, heel gecontroleerd ook, toch? Hij heeft nooit eerder met een heftruck gereden. Dat hadden we al verteld. Denk ik, maar... Ik rijd ook geen auto, dus alleen fiets. Dat vertel je nu. Ja, want anders mocht hij misschien niet meer bij ons, mag hij niet meer de heftruck rijden, hoor. Maar nu misschien wel, nou ik dit gezien heb. Ja. We gaan nog even in de werkplaats kijken. We moeten natuurlijk nog afwachten of dat we geslaagd zijn, hè. We moeten nog even gaan overleggen, natuurlijk. Ja, lijkt er wel op, ja. Deze ziet er wel iets meer gehavend uit. Maar deze heeft zo'n coole gordelinstallatie, hè? Een 218 ook. Dus is er een, ook een 218, ja. En deze is ook al, deze is iets nieuwer zelfs. Zo ziet het er niet uit, maar... Is iets moois? Ach, hij is leeg. Er zit geen accu meer in. Heeft u dat het zo ondergaan? Nee, het is een grote... Wat is hier zo gaaf aan dan? Zo niet zo compact is. Mooi stoel. Heel grap. Ja. Kan je in de hoogte order pikken. Nice. Okay. Hier dan. Nou, doe eens even een pakketje pakken. Ja. Let op, kraanbaan. Wel lachen, dan kom je daar aan om te order pikken en dan vragen ze, heb je hoogtevrees of... En dan is het wel mee. Nou. Oh, dat is echt ook hier met een pedaal ook. Dat je echt hier moet staan, dat je niet kan rijden anders. Hij heeft ook een kaart. Ja! Kijk, maar we hebben de vorige ook. Ja, daar hoop ik nog een spanning, joh. Ja. Maar dat moet je nog horen. Ja, ze zijn nu nog bezig daar de boel op te ruimen. Die stelling die lag dus om. Bal is zo. Dat is een tijdje geleden, hè? Ja, inderdaad, ja. Ik had je bijna niet gezien, even herkend zonder mondkapje, joh. Hoe gaat het jullie? Nou, goed. We zijn lekker bezig met een voorraadtrucje. Nou, inderdaad, ja. Dat is al verkocht, hè, dus... Mooi. Slangetjes gewoon al worden.
Last met je schoonmaken. Die batterij erin. Ja, wij zijn nog steeds hartstikke tevreden over die van ons, hoor. Ja. Daar zijn we nog elke dag blij mee. Ja, ja, altijd prima trucje, hoor. Daar ja, geweldig. Niks mee. Nee, zeker. Er is vaak met... En daar loopt je dan ook echt op vast. Hij maakt zijn keringen kapot en ja, zo, hè? Ja, hij maakt zijn keringen en alles. En op de duur krijg je, gaat er helemaal vuil in zitten omdat die kering weg is. En dan krijg je helemaal speling. Zand komt erin. En op de duur, of je wiel gaat helemaal wiebelen, of eigenlijk als je heel slecht hebt, dan breekt hij gewoon af. Een goede tip voor gebruikers om er af en toe een keer naar te kijken dan. Ja, want een heleboel mensen, net zoals die pompwagentjes, iedereen rijdt lekker over die over de plastic heen van die pallets. Heel leuk, leuk. Na een tijd, een half jaar of zoiets, ligt er zo'n baal gewoon onder die steunwielen. Ja, ja, dat wikkelt er allemaal omheen en er wordt steeds vaster op elkaar gedraaid. Nee, dat klopt. Ja, deze die wordt weer helemaal netjes opgeknapt, hè, voor degenen die het nog niet, die de vorige video niet gezien hadden. Hey, als je nou alles wil zien hier van de werkplaats, dan moet je eventjes kijken. We zetten even in de omschrijving een link, kun je de video kijken. Want we hebben toen hier onze eigen heftruck ook mee opgeknapt. Dus echt, gebruikte heftrucks. Die worden hier uit elkaar gehaald en gecontroleerd. Als wat slecht is, dan wordt dat vervangen. Die worden netjes opnieuw gespoten en die zien er echt tip top uit. Ja, mooi. Hey, heel veel succes ermee nog. Ja, jij ook. Ik hoop dat je slaagt. Nou, ja, anders ik wel. Ja, maar dan haal ik je oren. Oei. Ah, kom goed. Ik denk het wel. Top. Hey, dankjewel. Hey, deze zouden wij ook moeten hebben, jongens. Roze kettingen. Kettingen. Mooi hoor. Kijk hier. Collectie. Ja. We noemen het altijd lepels, maar ja, het is geen lepeltruc. Nee. Dit zijn dikke jongens, zeg, hier is het dan. Zo. Dat is mooi, hè? Ah, mooi hoor. 5 ton. Ook elektrisch. Oh, deze is autonoom. Ja. Ja, dan heb je geen echt certificaat meer nodig. Nee. En geen personeel meer. Ja, iemand die hem onderhoudt. Meer van die grote knapen, verbuiten ook echt hier. Ja. Spiegels zijn goed afgesteld. Deze is net af. Nee, het is voor transport. Die lepels kunnen langer worden. Zo, zeg maar zo. Nee, en ook zo. Volgens mij kunnen ze zo langer worden. Kijk maar, hier zit ook nog hydrauliek op. En hier zit de vet op, zie je. Hij kan uitschuiven. Ja. Ja, dankjewel. Oeh. Kunnen de boekjes ook gelijk in. Die sokken had ik nog niet genoeg. Kijk hier, joh. Dat zijn fijne sokken, hoor. Ah, dankjewel. Jawel, hoor. Die die vandaag even pakken of niet? Ja, ja, de sokken inderdaad. Lekker. Die waren laatst nog in de video, hè? Ja. Ja, voor de mensen die het hadden gezien. Ja, ja, ja. Ja. Precies. Zwembad. Ja, precies. Hey, maar doen we ook je boekje bij dan, hè? Ja, kom anders ben ik alle boekjes aan het bijhouden. Ik zei al, we hebben onze goodie bags binnen. Zou bijna vergeten dat we straks gewoon nog ons pasje moeten ophalen. Ja, als we het gehaald hebben, hè. Ik hoop het. Ja, ja, pas op. Je moet nou niet te vroeg beginnen te juichen, nee. Ja, maar we hebben net even al vast een boekje gehad om een nieuwe verlanglijst te maken, hoor. We hebben daar even gekeken in de grote speelgoedwinkel. Theorie had ik jullie al verteld toen straks, dus het was voor iedereen voldoende. Eén iets beter dan de ander, maar allemaal voldoende. Je kan altijd nog zeggen, hè, want het waren verschillende versies. Dus ja, als het een beetje tegenvalt, dan zeg je gewoon ik had een moeilijke versie. Dus. Goed, voor de praktijk is het ook allemaal voldoende voor jullie. Dus jullie krijgen je certificaat. Ik ga alle gegevens doorsturen naar de BMWT. Die maken de pasjes en de certificaten. Dan komen ze hier terug bij ons en dan gaan we ze overhandigen aan jullie. Ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar misschien komt Koen naar jullie toe om het uit te delen of een feestje van te maken. Of we sturen het gewoon op, kan ook. Ja hoor. Ja, dus dat duurt een paar weken, want wij moeten ze naar daar sturen. Hun maken ze sturen terug naar ons en dan pas kunnen wij ze doorsturen naar jullie. En dan ben je er 5 jaar vanaf. Zo. En over 5 jaar zien we jullie graag terug hier, toch?
Koen, ja, super. Dankjewel. Dan is er weer van alles veranderd natuurlijk. Hè? Dan... Ja, nou fijn. Kunnen we eindelijk met een heftruck aan de slag. Oh nee, ik mocht dat al. Ja, maar dan kun je de rest het werk laten doen, toch? Dan kun je zelf, dat is zo. Kun je zelf iets anders doen. Dus dan zeg je, dan doe jij dat maar even. Nu mogen ze het allemaal. Dus. Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet goed, want ik vind het zelf veel te leuk. Ja, dan hadden we van tevoren iets af moeten spreken, dan hadden we iets kunnen regelen. Maar... Te laat. Kom te laat, nou mee? Kom je nou mee? Ja, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, iets van geleerd hebben. En, ja, zeker. Ja. Toch wel, ja. Toch zijn wel we klaar. Nieuwe dingetjes geleerd ook alweer. Ja, voor mij was het opfriscursus natuurlijk. Ja, maar dat was heel lang geleden, zei je dat. Ja, 20 jaar geleden denk ik wel. Dus dan zal er wel iets veranderd zijn, toch? Ja, toch veel dingen wel nog steeds hetzelfde wel. Ja, alleen van de elektrische heftrucks of zo, daar hadden ze me toen niks over verteld. Hoor. Dat was niet aan de orde. Dus je mag de spullen allemaal die voor je liggen meenemen, boek, pasje of de pen en de boekjes. Kijk. Ja, dankjewel. En dan, goeie reis. Bedankt voor vandaag. Was leuk. Geen dank. Ja, jammer dat we nog geen certificaat hebben. Anders konden we een foto maken dat met onze certificaten, maar dat gaat nog niet. Nee. Dat kan ook. Ja, dat kunnen we wel doen. Dat is wel leuk. Laten we dat doen. Dan maken we een geslaagd foto, toch? Om dit te vieren. Zo. Ja, Koen, hartstikke bedankt. Ja, was zeker gezellig. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Zeker weten. En, ja hoor. Jullie zien het certificaatje wel binnenkomen, denk ik. Ja, ik hoop het wel, ja. We hopen. Ik kom zeker binnen. Ja. Dat komt goed. Ja, super. Fijne reis. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Ik hoop geen blokkades onderweg. Nee. Oeh, ja. Ja, we hadden vanochtend geluk, dus... Ik heb nog wel de brandende hooibaan. Jawel? Ja. Oh. Ja. Nou, ik hoop deze keer niet. Ik denk dat die wel uitgebrand zijn, zomaar. Ja, dat denk ik ook wel. Hey, top. Ja. Hey, dat zegt altijd zo'n ongemakkelijke moment van de video afsluiten. Hè? Ja. Denk, wie neemt nou het woord? Maar dat doe ik natuurlijk. Dus ja, Koen, hartstikke bedankt. En ook bedankt natuurlijk aan Jonge Heinrich voor het mogelijk maken dat wij ons certificaat gehaald hebben. Dat was toch iets wat een keer moest gebeuren. Ja, en Sammy heeft gewoon ook zijn certificaat gehaald vandaag. Hè? Ja. Ja. Gefeliciteerd. Goed hoor, ja, gefeliciteerd allemaal jullie, hè? Ja. Super. Mensen, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.